In deze video gaan we kijken naar hoeveel geld of passief inkomen ik heb verdiend met mijn YouTube kanaal. Ik heb inmiddels 1000 abonnees. En in deze video wil ik gaan kijken dus hoeveel geld heb ik verdiend. Hoe lang heb ik daarover gedaan en welk uurloon kun je dan eigenlijk zeggen dat ik heb. En we gaan ook kijken naar in de toekomst. Want nu ik 1000 abonnees heb en aan de eisen van YouTube voldoe, kan ik geld gaan verdienen via YouTube. Dus we gaan ook kijken wat ik in de toekomst met dit kanaal zou kunnen verdienen. Nou, al die informatie komt dus in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier op het kanaal. En als je dat al gedaan hebt, in ieder geval dank je wel, want jij bent een van diegenen van die 1000 abonnees die ik op dit moment al heb. Want ik vind het nog steeds eigenlijk een beetje ongelofelijk welke groei ik eigenlijk de laatste tijd vooral heb gemaakt. En dat ik nu dus 1000 abonnees heb en dat ik zelfs al aan de eisen van YouTube voldoe van 4000 uur kijktijd in een jaar. Om dus eventueel dadelijk YouTube partner te gaan worden en dus geld ermee gaan verdienen. Want het is iets wat ik leuk vind en waar ik al heel veel tijd in heb geïnvesteerd. En ik zal het ook altijd wel blijven doen. Maar zeker nu het geld op gaat leveren is het alleen maar leuker en kan ik er alleen maar meer video's over maken. Maar voordat we daarna gaan kijken hoeveel ik al heb verdiend of hoeveel ik nog kan gaan verdienen misschien. Wil ik dus eerst een beetje terug gaan kijken naar eigenlijk de statistieken van mijn YouTube kanaal sinds dat ik begonnen ben. En de eerste video komt van 26 november 2017. Dus een goede 1,5 jaar geleden ben ik met dit kanaal begonnen. Toen heb ik een paar video's geüpload. Toen weer een tijdje niks. En eigenlijk vanaf 27 april 2018 begon ik wel wat regelmatig wat video's te gaan uploaden. En sinds eind oktober, begin november van 2018 had ik een nieuw uploadschema met eigenlijk die 2 video's in de week. Af en toe zelfs 3 video's in de week. En dan zie je natuurlijk wel dat het daar sinds die tijd eigenlijk nog verder gaat groeien. En zeker als je naar dit jaar alleen gaat kijken, dan zie je het gewoon enorm groeien ten opzichte van ja, het vorig jaar eigenlijk. En het heeft er natuurlijk ook weer mee te maken dat ik rond die tijd, dus zeg maar begin november, mijn eigen winkel heb gesloten. Een keuze heb gemaakt om ergens in loondienst te gaan. Dat ik meer tijd over had. Meer tijd die ik ook kon investeren in dit kanaal. In de dingen die ik leuk vond. Nou, zoals je kunt zien, kun je dat wel terugzien in de statistieken. Op welk punt ik toen begonnen ben natuurlijk. Want als je zo de laatste 365 dagen kijkt, dan zie je eigenlijk de laatste tijd lijkt de groei misschien wat minder. Je ziet wat grote pieken, wat dalen. Maar zeker als je het gaat vergelijken met mei vorig jaar, dan zie je ergens onderaan in de grafiek een heel dun lijntje. En als je nu gaat kijken welke exponentiële groei we eigenlijk zien, dat is alleen maar leuk voor ten eerste dat ik al heb gehad en wat nog komen gaat in de komende maanden of jaren. Zoals gezegd, wil je YouTube partner worden en dus geld kunnen verdienen met je kanaal, dan heb je in de laatste 365 dagen 4000 uur kijktijd nodig. Nou, dat zijn dus 240.000 minuten en dat heb ik inmiddels dus gehaald in die 365 dagen. Maar wat interessanter is dat ik 225.000 minuten van die 240.000 totaal dus alleen al in dit jaar, in 2019, heb gekregen eigenlijk. En dat is eigenlijk in de laatste 5 maanden dus. En dat wil dus zeggen dat ik 94% van het totaal in de laatste 5 maanden aan kijktijd heb. En kijken we nou naar de maand mei zelf, dus eigenlijk afgelopen maand. Nou, dan had ik 86.000 minuten. Oftewel 36% van mijn kijktijd kwam uit de laatste maand. Dus ook daar zie je natuurlijk telkens weer dat die exponentiële groei, hoe langer we doorgaan, hoe ja, de groei neemt wel iets af, maar het gaat steeds een percentage of een steeds groter aantal. Dus de groei zit er nog steeds heel erg goed in. En het grappige is natuurlijk dat je deze groei die we hier zien ook vaak besproken wordt in mijn video's met samengestelde interest. Dat als het eenmaal rente op rente, dat in het begin niet zo hard loopt eigenlijk. Maar hoe langer je bezig bent, hoe sterker die stijging is. En hoe je dus met een klein bedrag waarmee je begint uiteindelijk over 10, 20 jaar een best wel groot vermogen kunt opbouwen. Nou, dat zien we dus eigenlijk hier ook wel in terug. En het is op zich wel leuk om dat dus in verschillende dingen te zien. Niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld dus met een YouTube kanaal. En dan nu het stukje waar de meeste voor komen is, wat heb ik nou verdiend nu ik eenmaal 1000 abonnees heb? En dus in de laatste 1,5 jaar of in het laatste jaar, wat heb ik nu mee verdiend? Nou, dan kun je onderverdelen in 2 dingen eigenlijk. Ten eerste is dat YouTube zelf. En ten tweede is dat de affiliate marketing. Dat zijn dus de links die je hier zeg maar onder deze video, verschillende producten die ik aanraad. Mocht je via die link dus je eigen daarvoor aanmelden, dan krijg ik daar vaak een vergoeding voor. Nou, die zal ik ook meenemen. Maar laten we dus beginnen met wat heb ik nou eigenlijk echt gekregen van YouTube? Nou, en als je een beetje nadenkt, dan kun je het eigenlijk al weten. Want aangezien ik pas nu aan de eisen van YouTube voldoe, na dus die 1,5 jaar,
ga ik nu pas eventueel geld verdienen. Mijn kanaal moet dus nog goedkeuren, maar ik ga er wel vanuit dat dat is, omdat ik nog nooit opmerkingen heb gekregen van YouTube dat het niet zo is, of klachten, zeg maar. Dus we gaan ervan uit dat het eenmaal goedgekeurd gaat worden binnen nu en een maand. Maar tot nu toe heb ik dus 0,0 euro van YouTube gekregen. Waar ik echter wel geld mee heb verdiend is dus die affiliate marketing. Die links onder deze video, die telkens terugkomen, maar ook op de website. En zoals gezegd, iedereen die op zo'n link klikt en zijn eigen ergens aanmeldt, daar krijg ik een vergoeding voor. Dat kan ooit een paar euro zijn, dat kan oplopen tot een paar tientjes. Dat hangt een beetje af van het product. Dan doe ik dat natuurlijk niet alleen om geld te gaan verdienen, want ik wil ook hier op de lange termijn eigenlijk investeren. En dat wil dus zeggen dat ik alleen producten aanraad die ik zelf heb gebruikt, of die ik nog steeds gebruik, of die ik eventueel zou willen gebruiken, maar misschien niet het beste bij mij passen, maar misschien wel bij jou. Dus ik raad eigenlijk alleen producten aan waarvan ik overtuigd ben dat mensen ermee geholpen worden. Want dat is natuurlijk hetgeen wat op de lange termijn het beste is. Als jij uiteindelijk mij niet meer vertrouwt en niet meer mijn video's kijkt, dan heb ik misschien op de korte termijn verdien ik er iets op. Maar ik heb veel liever dat ik over de lange termijn de komende jaren iets erop verdien. En dat is ook de hele insteek van dit kanaal. Ik probeer altijd zo eerlijk en open mogelijk te zijn en eigenlijk alles op de lange termijn te zien. Dus zowel investeringen in geld wat ik heb, maar ook in de relatie die ik heb met abonnees of kijkers. Als we dus gaan kijken naar die affiliate marketing, dan heb ik drie bedrijven waar ik geld mee heb verdiend. Nou, de eerste daarvan is Picnic. Toen ik een video op had gemaakt over Picnic en waarom ik denk dat het voor heel veel mensen aantrekkelijk is, dat je er ook geld mee kunt besparen, dat het gemak levert. Nou, iemand heeft daar die code van gebruikt. Ik heb daar dus 5 euro gratis boodschappen mee verdiend. Dus eigenlijk heb ik, kun je zeggen, 5 euro daarop verdiend. Het volgende bedrijf, dat was Bink. Daar heb ik 10 euro mee verdiend toen iemand zijn eigen heeft aangemeld. Dat was nog via onze Discord chat. Iemand waar we dus telkens mee in praten waren, die zei, heb je een link, dan meld ik me graag daar via aan. 10 euro bij, daar zitten we inmiddels al op 15 euro. En inmiddels heb ik een iets betere link. Die vind je nog steeds onder deze video trouwens. Mocht je je willen aanmelden bij Bink, daar krijg ik een iets hogere vergoeding voor. Maar ik heb daar laatst trouwens nog een video over gemaakt over Bink. Over de producten die misschien voor investeerders op lange termijn, die maandelijks willen beleggen, welke aantrekkelijke producten zij hebben. Dus kijk vooral even die video. Maar hetgene waar ik het meest aan heb verdiend tot nu toe, en dat was 100 euro. Dat was met de review over Peaks. Dus die beleggingsapp eigenlijk van de Rabobank op je telefoon. Waarmee je automatisch je wisselgeld van pintransacties of banktransacties dus automatisch voor jou worden belegd. Nou, zoals gezegd had ik daar ook weer een video over gemaakt. Ook daar zat een code in en daar konden 10 mensen gebruik van maken. Iedere keer als iemand er gebruik van maakte, kreeg ik 10 euro tegoed daarvoor. En ook degene die zijn eigen trouwens aanmelden. Die 10 codes waren eigenlijk binnen een paar dagen waren die wel verzilverd. Dus ik had al vrij snel 100 euro verdiend met mijn video. En dat waren tot zover de inkomsten die ik heb gekregen door middel van YouTube. Dus niet per se van YouTube zelf, maar misschien wel via kijkers of links van deze YouTube video's. Nou, dat is dus 115 euro in totaal. Nou, hoeveel is dat nou uiteindelijk als uurloon geweest? Gaan we kijken, dan heb ik inmiddels 107 video's gemaakt. En ik zeg tegenwoordig dat ik een beetje 5 uur per video mee bezig ben. Ik moet een video voorbereiden, een onderwerp verzinnen, of in onze Discord chat praten we over van alles en dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel een leuk onderwerp, of iemand vraagt van, kun je daar een video over maken? Nou, dan moet ik dus dingen gaan opzoeken op internet. Ja, dat duurt gewoon misschien ook vaak wel een uur. Ik moet het gaan opschrijven, ik moet het eigenlijk gaan opnemen, dan moet ik het naderhand nog gaan monteren, tekst erbij gaan schrijven, noem het allemaal maar op, en dan ben je zomaar 5 uur per video bezig. Dus 107 video's keer 5 uur zijn 535 uur die ik al hiermee bezig ben geweest met de video's die ik tot nu toe heb gemaakt. En als je dus kijkt dat ik voor die 535 uur die ik erin heb gestoken 115 euro terug voor heb gekregen, dan kun je zeggen dat ik dus eigenlijk tot nu toe 20 cent per uur heb verdiend. En dan ga je je eigen afvragen van waarom zou je dat doen? Voor zo'n uurloon, daar wil toch niemand voor werken? Nou, ten eerste is het natuurlijk, zoals ik al zei, ik vind het leuk om dit soort dingen, video's te maken. Ik vind het ten eerste interessant om het zelf uit te zoeken, omdat ik zelf wil investeren in de toekomst op de lange termijn. En wat kan ik dan net zo goed doen? Maar meteen een video over maken en andere mensen ermee helpen. Dus ook al zou ik er niks mee doen, niks mee verdienen, dan wil ik het alsnog graag met jullie delen. En het is, zoals gezegd, iets voor de lange termijn. Dus het is niet voor, ik wil er per se nu heel veel geld mee verdienen. Ik wil er liever komende maanden, komende jaren gewoon iets leuks bij verdienen. En dat is dus voor de lange termijn. Nou, en daarmee komen we eigenlijk meteen op het laatste punt van deze video. Wat zijn nou mijn verwachtingen voor de toekomst? Als ik eenmaal word goedgekeurd als YouTube-partner, volgens mij zoals dat heet. En dat ik dus geld kan gaan verdienen met mijn YouTube-video's. Het is namelijk zo dat YouTube, als je aan de eisen voldoet van 1000 abonnees en minstens 4000 uur kijktijd in de afgelopen jaar of 12 maanden eigenlijk, dat er dan advertenties getoond worden voor of tijdens jouw video's.
Nou, daar wordt voor betaald en daar krijg jij dan een percentage voor. Dat is 55% van wat YouTube daaraan verdient. De bedragen worden dan vaak telkens per 1000 weergaven gerekend. Dus als een video 1000 keer wordt bekeken, dan krijg je bijvoorbeeld... Dat hangt een beetje af van welke land je zit, welke sector je zit. Het kan namelijk zomaar zijn dat iets met kinderen gericht is, dat die daar minder verdiend wordt, want die kopen waarschijnlijk misschien iets minder snel. Maar als je vooral richting financiële producten gaat, dan zijn er vaak mensen die bezig zijn met investeren, beleggen, sparen. Die hebben geld en die willen graag ook geld besteden. Daar wordt vaak wat meer voor betaald. Ze zeggen een beetje dat in Nederland vaak 3 euro CPM wordt betaald. Dus eigenlijk kost per mail. En dat is dus die 1000 weergaven. Dat dat een beetje het gemiddelde is. En dat jij daar dus 55% van krijgt. Oftewel 1,65 euro. Maar ik denk eerder dat het realistisch is dat er zeg maar 6 euro of 8 euro per 1000 weergaven wordt gerekend. Een beetje gebaseerd op de landen om ons heen. En zeker de sector waarin ik actief ben, de financiële sector, daar wordt over het algemeen dus wat meer voor betaald. Dus ik ga eerder uit van 6 tot 8. Maar laat ik in deze voorspelling in ieder geval een beetje uitgaan van het gemiddelde hiervan. En ik maak dan regelmatig een berekening, een Excel document eigenlijk, waarin ik telkens de views per maand kijk, of de kijktijd per maand, het aantal abonnees, welke groei erin zit. En dan probeer ik te voorspellen wat de komende maand gaat gebeuren, of het komende jaar. Je ziet bijvoorbeeld telkens dat ik tussen de 30 en 50% groei op abonnees, kijktijd, weergave. Dus daar hou ik een beetje rekening mee dat die groei telkens iets afneemt. Als je dan gaat kijken voor juni, de komende maand, stel ik zou vrij snel worden goedgekeurd. Ik verwacht ongeveer 20.000 weergaves. Dan wil dat dus zeggen dat ik tussen de 30 en 90 euro zou kunnen verdienen. Hangt een beetje dus af van welk bedrag ik zou krijgen, maar laten we zeggen 60 euro per maand. Dat is natuurlijk nog steeds niet heel erg veel geld natuurlijk, want zoals ik gezegd, ik maak 2 video's in de week, dus 10 uur in de week besteed ik eraan. Per maand is dat 40 uur en dan krijg ik dan 60 euro voor, maar het is beter dan niks. Het is toch weer 60 euro die ik kan investeren in mijn kanaal, of een videoapparatuur bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld om extra te investeren en daar weer een video over te maken. En dat is waarschijnlijk wat ik van plan ben. Het geld dat ik ermee verdien wil ik gaan investeren, waar ik dan uiteindelijk dus weer iets nieuws kan vertellen, meer ervaring op kan doen en die weer met jullie kan delen. Maar zoals gezegd wordt het vooral op de lange termijn interessanter. Want ja, nu 40% groei in deze maand en misschien volgende maand weer. Dan heb je dus al bijna een verdubbeling ten opzichte van 2 maanden geleden. Dus als je dat lukt, dan ga je natuurlijk op de lange termijn wat meer geld verdienen. Kijken nou bijvoorbeeld naar mijn voorspelling voor december 2019. Dan doe ik nog een voorzichtige voorspelling eigenlijk. Dan verwacht ik in die maand 65.000 weergaven. En dat wil zeggen dat ik tussen de 100 en 300 euro zou kunnen verdienen. Afhankelijk dus weer van welk bedrag ik zou krijgen. Dus laten we zeggen dat het 200 euro in de maand is wat ik dan zou verdienen. Gaan we dan nog een jaar verder kijken, december 2020. Dan zou ik al iets boven de 200.000 weergaven zitten, oftewel 750 euro in de maand. En dat is dus aan de ene kant voorzichtig ingeschat. Het kan altijd meer zijn, het zou misschien ook minder kunnen zijn trouwens. Maar laten we zeggen, dus op de lange termijn kan ik zomaar eens 1000 euro in de maand bijverdienen met video's maken. En dat maakt het dus alleen maar leuker. En ik denk juist als ik meer video's maak over, want ik zie altijd degene, mijn inkomen, mijn vermogen, dat soort onderwerpen, interessante aandelen, dat zijn gewoon veel bekeken video's. Nou, als ik meer verdien met YouTube, kan ik daar meer video's over maken. Dus het zal alleen maar harder gaan. Maar dat is dus in ieder geval iets voor de toekomst. En dan was dit dus eigenlijk wel een best goed voorbeeld van een vorm van passief inkomen. Dat het iets is waar je eerst geld of tijd in moest steken. Nou, in dit geval is het niet zoveel geld, want een camera bijvoorbeeld had ik al. Het is wel dat ik er veel tijd in heb gestoken, want zoals gezegd, waarschijnlijk wel 500 uur in het laatste jaar. En dat er eigenlijk op de korte termijn dus geen inkomsten tegenover staan. Nou, als je dus gaat kijken op de lange termijn is dat wel het geval, want stel, ik zou volgend jaar geld ermee gaan verdienen, die 750 euro in de maand bijvoorbeeld. Laten we daar even op houden als voorbeeld. Het is niet zo dat ik dan meer werk verricht dan nu, want ik ben nog steeds misschien zelfs minder werk, want misschien ben ik dan wel in 4 uur tijd klaar met een video, omdat ik meer ervaring heb met dat soort dingen. Maar dan ben ik, laten we zeggen dat het steeds 5 uur is, dat het voor 40 uur is, waar ik dan 750 euro mee verdien. En dan zou je dus kunnen zeggen dat ik voor hetzelfde werk eigenlijk 10 keer zoveel verdien als dat ik nu zou krijgen via YouTube. Nou, laten we zeggen dat we dat nog eens een keer een jaar verder doen. Dan wordt het misschien nog wel eens een keer 10 keer zoveel. Dus het is echt een investering voor de lange termijn. En in dit geval is het dan passief inkomen in de vorm van een YouTube kanaal. Maar investeren is ook een, of beleggen is ook een vorm van passief inkomen. Alleen stort je dan, ja, steek je eigenlijk je geld ergens in aandelen bijvoorbeeld. Dan is die korte termijn 7% per jaar, dat is niet zoveel. Maar het betekent wel dat je je geld verdubbelt in 7 jaar tijd. Dus als je dat
30 jaar volhoudt, dan heb je eigenlijk 3 keer je geld verdubbeld. Nou, dan is het in 1 keer een heel ander verhaal. En daarmee wil ik eigenlijk deze video afsluiten. Ten eerste een beetje gekeken naar wat heb ik al meegemaakt met mijn YouTube-kanaal. En vooral een voorspelling doen van wat de toekomst misschien wel gaat brengen. En weer laten zien van ja, het kost gewoon tijd om een passief inkomen op te bouwen. Zeker denk ik in dit onderdeel, in deze markt, in deze niche, is gewoon heel erg beperkt. En dan is 1000 mensen abonnees vinden, is best wel moeilijk. Ik denk dat er veel meer onderwerpen zijn waar je veel sneller 1000 abonnees kunt vinden op YouTube bijvoorbeeld. Maar je moet het in eerste instantie niet doen voor het geld. Je moet vooral iets doen wat je leuk vindt. Nou, voor mij is dat dus dit onderwerp. En je kunt dus zien dat het op de korte termijn niet zoveel oplevert, maar dat je echt voor de lange termijn moet gaan. En dat het dan waarschijnlijk ook echt wel zin heeft om er eens een keer tijd in te gaan steken. Dus misschien heb ik jou hier wel mee gemotiveerd. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Laat ook weten onder de video wat je goed vond of minder goed vond. Dan neem ik dat weer mee in de volgende video. En dan hoop ik hem weer beter te kunnen maken. Zoals gezegd hebben we een Discord chat waar we met meer dan 100 mensen over dit soort onderwerpen praten. Dus wil je daar nog iets vragen, iets opmerken, andere mensen helpen? Een link daarvan vind je onder deze video. En je hebt deze video tot het einde gekeken, dus waarschijnlijk is het een interessante video. Ben je nou nog geen lid van het kanaal? Ja, abonneer je dan even hieronder, dan mis je nooit meer een video. Zoals gezegd, 2 video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus abonneer je, dan mis je nooit meer een video en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.